Maandagavond TV1, De Drie Wijzen. Uw gastheer is Koert van Egem. Dankjewel. Hartelijk dank. Dames en heren, hier in het Amerikaans Theater. En ook u thuis hartelijk dank om te kijken naar onze Drie Wijzen. Ik stel ze graag aan u voor en ik begin bij Jacques Vermeire. Ja, iets overdreven. Onze tweede wijze voor het eerst in dit programma, Gertie Christoffels. Charming young lady. En tot slot, derde in de rij, Walter Grotaas. Lieve. En ik stel u bijzonder graag voor aan onze kandidaten. En ik begin bij Mirjam, nee, bij Paul. Dank je. Paul, ik begin uiteraard bij jou. Paul, Paul, Paul. En jij komt uit Deurne. Deurne. Paul is uit Deurne en hij werkt in Deurne. In Mortsel. In Mortsel, vlakbij Deurne eigenlijk. Ja. Maar Paul, wat ik mij heb laten vertellen, dat is dat jij elke ochtend wordt gewekt door de vlucht naar Amsterdam. Moet je eens uitleggen hoe dat komt? Daar geloof ik niet veel. Nee, is niet zo. Maar, nee. Maar het, komt, het gebeurt wel eens. Het gebeurt wel eens, ja. Door een vliegtuig wordt wakker, uit je bed wordt gevoerd, zeg maar. Geloof. Want je woont vlakbij. Vlakbij de luchthaven. Vlakbij de internationale luchthaven van Antwerpen. Deur. 6 vliegtuigen per dag. Ja. En Paul, jij werkt in een psychiatrisch instituut. Jawel. Ik ben daar ooit wel eens geweest. Het was daar bijzonder gezellig toen, want het was zo'n open deurdag. Hè? Ja, en toen was het er ontzettend leuk, maar dat is niet altijd zo. Want je moet nee. Er, maar eigenlijk is het toch wel... Ja, een, het is toch aangenaam. Je werkt er graag, je doet er goed werk. En wij hopen dat je nog een tijd mag doen, hè, Paul. Maar je bent getrouwd. Ja. Je hebt kinderen. 3 kinderen. En je hebt geld nodig. Oh. En daar gaan we nu voor spelen? Ja. Oké, hebben we allemaal geen geld nodig. Even nog een applausje naar Paul en dan gaan we naar Mirjam. Lieve Mirjam. Lieve Mirjam, dat is mijn hand. Leg er eens een handje op. Zo, en dan komt er nog een handje. Weet je waarom ik dat doe? Ja, lach maar. Maar ik moet dat doen, want wat ik nu voel, dat is eigenlijk bijna... Vroeger had je in de stations wel zo'n toestel waar je moest op gaan staan als je een beetje zenuwachtig was. En dat schudde heel hard en dat was goed voor de maag, hè. En dat is nu zoiets wat ik vast heb. Het is... Ja, en Nijpen en zo allemaal. Mirjam is van Brugge en Mirjam is heel erg zenuwachtig, maar daar gaan we iets aan doen. Hè, Mirjam? We gaan er wat aan doen, hè? Ik hoop het. Mirjam is ontzaglijk lief meisje, haar zus ook. En, die hebben we weer gezien, het is ook heel erg mooi. Allemaal mooie meisjes. Bij de familie, even kijken, Rogiers. Ja. Huh? Mirjam, wat doe je in Brugge? Zit je op school? Ja. Maar niet in Brugge, hè? In Oostende, nee, geloof in Oostende, ik. Aan het Zeertje, hè? En daar ben je zo gewoon van te fladderen van de wind, dat je dat hier nog een beetje komt nadoen. Ja. Dat is het, hè? Maar je hebt er wel zin in, hè? Het zal toch wel lukken. Ja, een beetje zenuwen moet kunnen. Mirjam, eventjes voor de camera, misschien helemaal in detail, heeft ze daar de Tour de Eiffeltoren. En hier heeft ze dan een vorkje en daar heeft ze dan nog een stukje uit Egypte. En zo zou ik nog heel erg ver door kunnen gaan. Maar dat gaan we nu niet doen. We gaan namelijk spelen, Mirjam. We gaan spelen. Wat studeer je eigenlijk nog voor? Moet ik nog even vragen? Secretaresse. Voor secretaresse. Volgens mij is de man die jou als secretaresse krijgt nu al een gelukkig man. We gaan spelen. We gaan daarvoor de straat op en dat is met Chris van den Durpen. Kent u een watman? Een wat? Een watman. Nee. Nee. Kent u het? Nee. En wat doet het u denken als u het woord hoort, watman? Ja, aan wat doet u dat denken als u het woord hoort, watman, Jacques Vermeire? Watman? Watman. Watman? Ja, watman. Watman. Deze meisjes die gaan... Die kennen watman niet natuurlijk, Paul en... Mirjam, naast de Eiffeltoren daar. Zij verwarren met waterman. Zij verstaan Chris. Chris is niet goed bespraakt. En zij verstaan waterman. Ze denken direct aan de dierenriem. En dat zullen zij antwoorden. De waterman, zullen zij zeggen. Ik zei het al voor het eerst zeggen. In onze uitzending. Dus waterman zegt Sjaak. Maar dan gaan we even naar onze nieuwste... Ben jij een waterman naar misschien? Onze nieuwste vriendin toe. Een naar tweeling. Gertie Christoffels, want dat is onze nieuwste... En daar kom ik altijd even langs, hè, als er iemand nieuw is. Ja, Gertie. Ah, ja. Jij bent nieuw in het programma. We hopen je nog vaak te zien. Maar in alle geval, Gertie, voor nu dat je nieuw bent, krijg je nog een extra applaus van de mensen. Dat is 1 keer, hoor. Ja. Ja. Wat ben je op dit moment mee bezig, Gertie? Wel, ja.
die eieren nog altijd. Je nog altijd eieren leggen. Ja, die beginnen te zien. Ze heeft, druk, ja. Moet je elke keer drukken. Maar vind je het leuk om te doen? Ja, natuurlijk. Ja? En je ei wordt steeds lijkt mooier. Dat niet nee, zo, nee, nee, nee. Je lacht van begin tot het einde, dus je kunt niet meer weten of je het nog leuk vindt. En, zeg, Gertie, dat ei leggen is dat elke keer weer. Het is toch een opgave. Want het is toch drukken, hè? Inderdaad, ja, mijn ogen worden iedere keer een beetje smaller natuurlijk, na iedere uitzending. Ja, Gertie Schinoffels. ik zou zeggen, Gertie, ik wens je nog heel veel eieren toe. En zorg dat ze gekleurd zijn. Leg ze meteen in de hof, kunnen de kinderen ernaar zoeken. Zo, okay, dat is Gertie Schinoffels. Antwoorden op de vraag nu. Wat, wat hebben een, wij? Een watman. Wel, ik weet niet hoe het met bij Jaak thuis of bij Walter thuis is. Het is wel gezellig. In de canapé met dat lichtje aan, Gertie. Maar daar wou ik het net over hebben, Jaak. Want dus jij weet ondertussen dat het weer heel erg in is om gezellig thuis te zitten. Zeg. En de huiselijkheid. Cocoonen. Juist. Ja, cocoonen. Enfin, ik wilde hier een heel verhaal vertellen, maar ik merk dus dat jullie volledig op de hoogte zijn, maar daar gaat het eigenlijk om. Deze twee jonge dames zijn dus ook heel erg op de hoogte. En in... Ver bedoelde? In die optiek denken zij dus aan een man die in de watten gelegd wordt. Een watman. Dat hebben we wel nooit meegemaakt, dus dat kennen wij niet. Dat kennen wij niet. Nee? Walter, watten. Nee, denken bij het woord watman denken zij eigenlijk aan een pantoffelheld. Zij denken dat het eigenlijk, zoals wij zeggen, een sloef is. Daar denken zij aan. Aan u? Zo. Zij denken dus aan goed, een pantoffelheld. Goed. Dan moet ik hem niet meer uitlachen, ja. Ja. Walter gaat nu naar de Wiener Sangerknapen. Dat ziet je aan zijn uitrusting. De jodelende nachtegaal, beste vrienden hier bij ons. Jurgen Olifant. Hij gaat nu enkele liedjes zingen voor u. Ik vat beter een jodelende nachtegaal dan een aangeklede naal, natuurlijk. Ja. Allee, het is goed nu. Paul en Mirjam, let even op. Het is een waterman volgens Jacques Vermeire. Nee, ze zeggen man in watten. Dat zegt Gertie. Nee, een pantoffelheld. Dat stelt Walter Grootaas. U ziet het, het is niet gemakkelijk, hè, Mirjam? Probeer, als je drukt, probeer eerst je hand goed te concentreren. Want anders zou het kunnen dat je van beven nog verkeerde knop indrukt. Wat denk je, Paul en Mirjam? Ja, doe maar. Afdruk hem maar. Ja. En jij houdt het op de waterman? Ja. Ja? Zij houdt het eigenlijk ook op de waterman, maar ze is uitgeschoten met de hand en het is man in watten geworden. Ja. Is dus de nummer twee, denk je, man in watten. Ja. Gaan even samen kijken, Mirjam. Kent u een watman? Een wat? Een watman. Nee. Nee. Kent u het? Nee. En wat doet het u denken als u het woord hoort, watman? Van een man in watten. Man in watten. Alsjeblieft! Ah. Mirjam? De eerste 1000 zijn binnen, hè? Ja, want dat is net zoals bij Monopoly. Dat is een vergissing van de bank in uw voordeel. We gaan naar het tweede vraagje. 1000 frank voor Mirjam, 0 op dit moment voor Paul. Geen probleem, Paul. Gaat er tegenaan, hè? Wat is een, let goed op, heren en dames, wat is een zorilla? Sjaak. Wij kennen allemaal het bekende sprookje. Attila de gorilla en Priscilla de zarilla. Niet te verwarren met Manila de Chinchilla. En deze twee, dus de gorilla, het Vermeiren type en de Zarilla, het Grootaas type. Dat is een beetje het pygmeetje, het kleine aapje. Nee, de schone en het beest wilde zeggen. Ja, dus het beest, zoals ik zei. En zeer duidelijk, ja, ik had het al gezegd hoor, Walter. Je moet nu niet bij je eigen beginnen te lachen, natuurlijk. Hè. En de gorilla die heeft de bekende kreet, roar, gorilla. En de Zarilla roept. Pff, gewoon. Pff. Niemand weet waarom. Hij roept. Pff, wie zal het zeggen? Dus een Zarilla is een kleine gorilla. Een vorm van gorilla. Maar je hebt... Een Zorilla is een kleine gorilla. Gertie, ja, wat denk je? Je hebt het over een Zarilla. Daar gaat het helemaal niet over. Het gaat over een Zorilla. Ja, maar Jack kan de O nog niet goed aan. hij is aan het oefenen. Nu is het al Zarilla, morgen wordt dat wel Zorilla. Nee, in ieder geval... Het is geen gorilla, hè? Nee. In ieder geval als is het... Als hij zichzelf voorstelt, zegt hij ook nog altijd Jacques Vermeire. Gertie, leg een ei. Kom. Nee, dat is al verbeterd. Wat is een Zorilla? Jacques Vermeire. Nee, laat die eieren... Zeg, jongens. Gaat het nu hier om jullie twee alleen of wat? Maar ook nee, nee, nee. Maar dat is een solo-programma natuurlijk, hè? Nee, het is in ieder geval geen gorilla. Dat is geen drie wijzen hier, hè? Dat wordt lachen met Gertie. Een hyper.
Goed. Helemaal niet goed. Sjaakje. Lach eens een Gertie uit. Jongens, nee, goed. Nee. Mirjam, Paul, mag ik het tegen jullie vertellen dan? Een zorilla, dat is een marterachtig diertje. Twijfel er niet aan. Dat leeft in Afrika. En in Afrika noemen ze het zelfs een muishondje. Het eet zelfs muizen. Neem het van me aan. Nee, geloof het van me. Geloof het van me. Echt waar, geloof ik. Walter zei het is. Nodig eens een zarilla uit. Een eenzame. Zorilla. Een zorilla. Iedereen kent Zorro. Je kent allemaal Zorro. Zorro, dat is het Spaans voor vos. Want eigenlijk is Zorro zo een beetje, het verhaal Zorro is eigenlijk een beetje de Spaanse tegenhanger van onze Reinaard de Vos. Wel, in Latijns-Amerika, en meer bepaald in El Salvador, hebben ze een variëteit van kippen. En dat zijn geen gewoon kippen. Dat zijn kippen die, je zou bijna kunnen zeggen dat die kippen een cursus zelfverdediging gevolgd hebben. Want, je weet, kippen die in een hok zitten, en zeker daar in het iets ruigere en wildere buitenwereldje, daar hebben die dus ook last van vossen, van zorro's. Nu heb je van die kleinvoskes, die overal tussendoor gaan, en die, wat doen die? Dat is kippen eten. Wacht, je gaat het beginnen over Ivanhoe's, pas op. Dat zijn kippendieven. Maar die zorilla's, want zo noemen die kippen dan weer, de zorilla's daar, dat zijn dus getrainde kippen, en die vallen de vossen aan. En alle vossen hebben daar een ongelofelijke schrik van. Walter, waar haal je het allemaal? Ja. In El Salvador. Ja. En dus de zorillakjes, dat zijn klein kippen, normale kippen, die vallen vossen aan. Als de vos durft zijn kop laten zien, zitten ze daar wel mee allemaal tegelijk. Hè? Alleen, dat durven ze niet, maar met een heel binnen tegelijk vallen ze die vos aan. En die noemen ze daarom kleine vossen. Zorilla's. Als de vos de passie spreekt, boer, let op je kippen. Hier komen ze naar elkaar. Jacques Vermeijden die zegt dat een zorilla een gorilla is. Nee, het is een muishondje, volgens Gertie Christoffels. Nee, zegt Walter, het is een Salvadoriaanse kip. Drie mogelijkheden, alle drie op een rij. Mirjam, die hier doodkalm zit op dit moment. En Paul, want ze zit aan de leiding, zegt 1000-0. Moet het maar doen. daar gaan we nu dus eventjes op gokken. Ja, gaat uw gang. En wat zeggen we, een muishondje? Een muishondje. Denk het. Een muishondje. En dat je het zo lief vindt, waarschijnlijk. Paul. En dat Gertie zo lief is. Oh, maar Gertie is een heel lief muisje, maar. En je denkt ook een muishondje? Flauwe, hey, flauwe. Een muishondje. Zo, we gaan het even vragen aan ons geacht panel. Wat is een zorilla? Een muishondje. Een muishondje! Ja! Goed. 3000, 2000 is de stand op dit moment. Mirjam nog steeds aan de leiding uiteraard, maar nu gaan we een stukje film bekijken. En het is een kort fragmentje, heel kort. Let goed op. Dit is wat wij noemen een kort fragmentje. En er gebeurde ontzaggelijk veel in. Dat hebt u wel kunnen zien, Paul. Mirjam, het was waanzinnig wat er gebeurde. Er zit een man een boek te lezen. Hoe gaat dit nu verder, Sjaak? Een korte bespreking. Komt de trein binnen? Dan komt de trein binnen. Ongelooflijk film. En die man vraagt: wie dat gaat een keer toe, wat trekt hij? Zeer stoïcijns. Zo. En dan bestelt hij een slaatje. Domme mens. Zo, dus de trein. Een trein die in het restaurant naar binnen komt gereden. Waar staat er een trein hier? In het restaurant? Nee, dat is een buffet. Een buffet in een station. Wat ik nog vergeten te zeggen. Buffet in een station. Ja, en die trein, dat is een TGV. Dat is een trein, jongen. Dat is een gewone trein. Geen TGV. Dat geen TGV. Geen een trein. Een TGV, zo traag gaan als Vermeijden. Gertie. Als je ergens tijd vindt, kom er even tussen. Ja, ik doe mijn uiterste best. Ja. In films kan natuurlijk heel veel gebeuren. Gelukkig maar dat in films af en toe kan. Gelukkig maar dat er af en toe iets gebeurt. Die man, die is... Doe maar rustig verder, Gertie. Krijg die 40 minuten hier weer rond. Walter zal wat zitten schikken waarschijnlijk. En Jacques, is dat toch gewoon dat de vrouwen nog tv kijken en boeken lezen en praten terwijl dat hij bezig is? Come on, boys. Die man zit in een... dat was wel waar van jouw stukje. Zat dus in een...
Restaurant. En ik zou duizend keer kunnen zeggen. Zoiets waar dat je eten kunt krijgen. Ja, restaurant, dat was het. Yes. Je krijgt daar eten met een vork en een mes. In het buffet van een station, wou ik zeggen. Dat was dus wel waar. En die zat te kijken in een toeristische gids van Bayreuth. Bayreuth, stad in West-Duitsland. En er zit een dame naast hem aan het tafeltje. En hij wil dus wat meer uitleg over de stad Bayreuth vragen. En die dame zegt... Oh, meneer, u zit hier helemaal niet in Bayreuth, u zit hier in Beirut. En die man die bekijkt haar en die zegt... Oh jee, dan ben ik aan de verkeerde halte afgestapt. Een stomme film. Nee. Dat is een stomme film. Jezus. Maak er zelf een betere film van dan. Het zal waarschijnlijk een Oostenrijkse film zijn. Waarom? Nee, het is een Belgische film. Is een jodelpakje dan? Het is een Vlaamse film. Die man zit daar. Ja. Er komt een ober naar hem toe. En die is heel kwaad. Want wat is die man daar aan toen een boek aan het lezen? Is er nu iets wat je niet doet in een restaurant? Dat is toch een boek lezen? Dat doet je toch niet? Dus, en die man gaat er naartoe, die ober, en die zegt gewoon van... Dit is hier een restaurant en geen bibliotheek, hoor. Het enige wat je hier mag lezen, is het menu. En daar stopt het fragment. Zo. Het zal wel. Volgens Sjaak is het dus een trein die gewoon voorbij komt gereden. Bij Gertie die zegt het is een gids, maar dan wel over de verkeerde stad die gelezen wordt. En Walter die zegt dat er een man daar naartoe komt die zegt van hier mag je alleen de menu lezen en, niet, en geen boeken. Dat zijn de drie mogelijkheden. 1, 2, 3. Paul en Mirjam. Gokken maar. Maar hij gaat uiteindelijk toch met de drie. Die denkt dat er dus inderdaad een man komt zeggen van... Hier wordt niet gelezen. Hier wordt niet gelezen behalve de menu. Weet je wie dat ook denkt? Ons allercharmantste Mirjam. Ah. Ja. He? Want jij hebt ook, hè? Mirjam, je bent kalm, zeg. Heel die angst is uit haar ogen verdwenen. Ze woont bijna al de televisie. Volgens mij moet je hier komen werken, zoals jij dat zo rustig doet. Heerlijk. Ja, je mag direct Kurt vervangen. Welkom. We gaan het fragment kijken. Kijk maar rustig mee. Kun je nog iets van leren? Hallo, what are you doing? Waiting again? This is a restaurant, not a library. The only thing you're allowed to eat is drink. Yeah. You know, reading gives you indigestion. Fragment uit de prachtige film The Cook, The Thief, His Wife and Her Lover van Peter Greenaway. En waarin dat men dus duidelijk ziet, was geen ober, maar wel de eigenaar van het restaurant eigenlijk, mag je wel zeggen. In elk geval, het zijn punten die erbij komen aan beide zijden. 5000, 6000. Mirjam, je blijft nog altijd 1000 voorop. Nu gaan we een stukje muziek beluisteren en dat is de allercharmantste zangeres Marijke Bol, nog nooit van gehoord. S'avond, als het haardvuur brandt. S'avonds als het haardvuur brandt. Hoe gaat dit verder, zaak? Als je het mij vraagt, die zat op een bed met nagels of zo. Als je dat, zegt, dat meisje heeft afgezien, amai, 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 dat moet pijn doen. Nee, zat, Jacques, hoe gaat het verder? Veel grote problemen. Dan moet ik opletten dat mijn pyjama niet brandt. Want dat ruikt verbrand. En dat vind ik niet plezant. Deze diepe tekst typeerde Marijke wel. Maar zij zong, zoals Mirjam daar zit, dan kleed ik mij in zwarte kant. En dit is het juiste antwoord. Dan kleed ik mij in zwarte kant, is het volgens Sjaak Vermeijer. Gertie denkt er totaal anders over. S'avonds als het haardvuur brandt, ik probeer me voor te stellen wat ik daar zou bij denken dan. S'avonds als het haardvuur brandt... Een Walterke ernaast. Ja. Lees ik wel de krant. Nee, het moet op ant eindigen. Ja. Ah wel, Walter aan betaald. Ja. Of, allee, ik help maar, hè. Ik ben aan het zoeken. Hè. Voel ik weer mijn rotte tand. S'avonds als het haardvuur brandt, zweef ik weg in dromenland. Gertie, hoe dat jij dat kunt zeggen. Zo, Walter is dus... Wauw, dat zeg ik wauw tegen, ja. Is nu aan de beurt. Het echte is eigenlijk s'avonds als het haardvuur brandt en de afwas is aan kant. Dat zal u een zorg zijn, ja. Drie mogelijkheden na elkaar. Dan kleed ik mij in zwarte kant volgens Sjaak Vermeijer. Dan zweef ik weg in dromenland volgens Gertie Christoffels. En de afwas is aan kant volgens Walter Grootaars. Dat zijn ze. Daar moeten we nou eens eventjes op hokken. Wat doe je? Wat doe je, lieve Mirjam? Ik blijf bij Walter. Jij gaat naar... Dan zweef ik weg in dromenland. Ja, die romantiek. Je denkt, Gertie, dat is een vrouw die zal dat best zo aanvoelen. Ja.
En nee. Mirjam die blijft bij Walter. Walter, heb je dat gehoord? Ja, ik was juist tegen Jacques aan het zeggen, maar hij deed dat hem het niet hoorde. Ja. Ik zeg, Jacques, heb je het gezien? Hij stemt weer op mij. Daar hij was met Gertie bezig. Mirjam, kom, we gaan eens samen luisteren naar Marijke Boom. S'avond, als het haardvuur brandt en de afwas is aan de kant. Kijk eens aan. Gertie. Gertie Christoffels is vergeten dat dit niet het ei van Christoffel nee, is. Ik heb vanavond... Dat wordt uitgezonden op een uur als de mensen niet meer kijken, maar het zit nog op primetime. Stel dat Margriet Hermans in gezeten had, ja. Goed. Een fragmentje om naar te kijken. En u kent ongetwijfeld Milou, maar zoals u hem nu zult zien, hebt u hem waarschijnlijk nooit gezien. Hij praat. U heeft het ook uitgeprobeerd op, bij de kinderen in school. Wat dachten die ervan? Die waren heel enthousiast voor dat toestel alleen al. Dat was dus voor 14-jarigen iets wat ze nog nooit gebruikt hadden. En ik heb dan enkele leerlingen naar voren geroepen en... Zo, je zag het, Milou kwam niet eens in beeld. Maar hij praatte met deze dame over een bepaald iets. En wij gaan nu vragen aan ons zeer geëerd panel over wat, Sjaak? Het gaat hier, ik ga het zeer ernstig houden, beste vrienden. Het gaat hier over een tekenprojector. Men steekt dus de tekening onder de projector. Dat wordt via een systeempje op een blad gebracht. En zo kan je de oorspronkelijke tekening fantastisch aftekenen. Voilà. Een tekenprojector? Dat is een tekenprojector. No more, no less. Gertie. Het gaat heel simpel over een zakrekenmachientje. Onder uw ogen? Ah. Walter. Zij heeft een soort leugendetector ingevoerd, maar daar zijn de ouders achteraf wel zwaar tegen in opstand gekomen en die is dan ook moeten verdwijnen uit de school. Want dat was een spelletje dat ze deed, op die manier wilden ze dat afleren eigenlijk aan de kinderen. Alle drie op een rij. Jacques Vermeijden, die denkt dat het dus een tekenprojector is. Gertie Christoffels, een rekenmachine. En een leugendetector is het volgens Walter Grothuis. En nu nog even te weten wat het volgens Mirjam en Paul is. Wat zal het wezen, Paul en Mirjam? Ik blijf bij Walter. Ze blijft nog altijd. Paul, jij gaat een rekenmachine, denk je? Nee. Ja? Ja. Ja, je denkt er eigenlijk niet ver bij na, hè, Paul. Je gokt alleen maar. Hè? Dat doet onze vriendin helemaal niet, want zij denkt er wel bij na. Zij blijft bij Walter. Hè? Je denkt dat dus, dat zomaar gaat vol te houden is. Walter, hè, daar kun je wel even aan denken, hoor, maar nooit lang. Vraag dan maar aan die 480 vrouwtjes die voor jou zijn gekomen. Ja. En gaan we nu even... Ah, je hebt mijn adres dat boekje gevonden. Daar, ja. Alleen al. Dat was dus voor 14 jaar iets wat ze nog nooit gebruikt hadden. En ik heb dan enkele leerlingen naar voren geroepen en dus een tekening voorgelegd, een eenvoudige lijntekening om te beginnen. En dan zag ik dat de resultaten enorm slecht waren. Zo, de resultaten waren enorm slecht. Het was een tekenmachine, Jacques Vermeijden heeft goed gezegd. En jullie hebben fout gehokt allebei, 5.000, 10.000, dat is de stand. Zo blijft die ook. Op 12 december, zo vraag je voor 6.000 frank. Op 12 december 1989 is een jonge gevangene, hè, dat is nog niet zo lang geleden, hè, uit de Rijkswachtkazerne van Serein ontsnapt dankzij zijn lunchpakket. Hoe ging dat in zijn werkzaak? In zijn lunchpakket zaten boterhammen, een potje yoghurt, een appel en een banaan. Wat gaat deze jonge snoo daar doen? Hij gaat de banaan grijpen, hij steekt ze in zijn broek. Maar nu begint het. Het is die man die grijpt zijn banaan. Jongen, koop eens. Het is een gangsterverhaal. En die gaat dus een bewaker nemen waar hij nog een appeltje met de pellen heeft. En die man wordt de peer. Want dan gaat die banaan in zijn rug steken en hij gaat zich bijna vergissen. Hij zal bijna zeggen, banaan op. Maar nee, het is een man. Hij herpakt zich en hij zal zeggen de bekende woorden, hands up. En de Fransman verstaat het niet, maar toch zal hij drukken met het puntige van deze banaan. Precies Lucas van der Talen die bij zich zit nu. En hij zal even drukken en de man zal zijn handen omhoog steken. Wat er dan zal gebeuren, is maar zo, dat is het begin van alles. Hij gaat dus zo ontsnappen. En Walter gaat nu iets zeggen. Walter, ja, zeg het maar. Nee, ik zwijg. Ik wou zeggen, als dat dan misschien mijn ijzerbroek, maar... Nee. Gertie. Ah, ik heb dat weer al goed uitgelegd, ja.
Ja. Nu goed, nee, ik ga het seksistische buiten. Voor één keer er eens tussenuit laten. Buitenspel ja. laten, even. Ja. 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 Inderdaad, in dat lunchpakket zaten inderdaad boterhammen. Potje yoghurt, een banaan ook wel. Calorie, maar daar deed die man niks mee. Wat? Hij had daar ook margarine in zitten. Daar deed hij wel iets mee. Ja. En door die margarine kon hij dus zijn handboeien losmaken. Ah, en weglopen. Zo, zo Walter. Simpel. Goed gezien. In het lunchpakket zat ook aardbeijam of confituur. En wat doet die man? Hij maakt dat potje open en op zijn armen, zijn handen en zijn gezicht zet hij met die aardbeienjam kleine puntjes. Waardoor het leek alsof die man een bloedvergiftiging had opgelopen. En hij begint te rollen en te kreunen. Hij begint te rollen en te kreunen en te kermen. Waarop er een cipier aankomt, even door het luikje kijkt. Die ziet dat, die is in paniek, doet de deur open, gaat daar naartoe. En de ander blijft rollen en zich zo wat wegdoen, maar je ziet dus dat zijn gezicht vol staat met van die aardbeien, Jan. De man loopt naar buiten om hulp te gaan halen, maar laat de deur openstaan. En op die manier is de man ontsnapt. Drie op een rij. Een banaan, volgens Jaakske Banaan. Een margarine is daar de reden toe. En nee, zegt Walter, het is met aardbeienconfituur. De drie mogelijkheden heb je gehoord. En daar moet nu op gehokt worden, Paul. Ik blijf bij Geertie. Zo, zeg het maar. En dat doet dan ineens Mirjam ook, want ik denk, ik sta toch voor. Dus als we allebei op hetzelfde gokken, zal het wel goed zijn. Het wordt maar aangekondigd, hè. Dus je blijft bij Gertie, hè. Ja, oké. En Mirjam die pleegt verraad aan Walter en gaat naar Gertie. Kan nog boeiend worden. En dan gaan we nu even vragen aan het zeer geëerde panel. Aan Gertie bijvoorbeeld, was jouw verhaal het ware verhaal? Ja. Met de margarine? Oké, dan komen de punten bij. Ja. Zo. 16.000, 11.000. En, lieve Mirjam, beste Paul, de laatste vraag is beslissend. 7.000 frank zijn er nog te verdienen en die gaat nu uitmaken wie van jullie naar de superronde gaat. En het is een straatverhaal uiteraard, waarmee we besluiten. We gaan naar Chris van den Durp. Groot. Groot. Rood. Groot. Klein. Klein, zeker. Klein. Klein. Groot. Groot. Nou, ik vind het... Groot. Klein eigenlijk. Ook deze serie antwoorden heeft wel veel aanleiding tot seksistische opmerkingen. Daarvoor gaan we naar Jaakske Banaan. Ik laat me niet vangen daardoor natuurlijk. Dat is van Walter weggelegd straks. Nee, het is typisch Vlaams, typisch Belgisch. U weet, iedere Vlaming moet zijn eigen huis hebben. Dus men zal vragen hier, is uw huis groot of klein? Nog meer, Gertie. Hmm. Ja? Nee, Chris vroeg gewoon, vindt u zichzelf groot of klein? Ja. En wat heb jij geantwoord, Gertie? Nou, niet groot. Maar ook niet klein. Voor Walter veel te groot alleszins, ja? Walter. Walter, ik wil jou. Want Walter staat nu recht. Dat toch even zeggen aan de kijkers. En ik zit... Ja, dat is trouwens zijn probleem voor Walter Grootaars. Hè. Toen hij de krunners moet formeren, dat is dat hij elke keer mensen moet vinden in dat orkest die echt heel klein zijn. Van ja. Dat er zo'n grote kleiner dan is, ik bedoelde. Ja. Ja. Maar ja, de meeste grote artiesten zijn klein mannen, dat weet je. Wat, ja? Wat zei je, Walter? Goed, vertel de maar. De vraag was heel simpel. Is uw inkomen groot of klein? Dat was de vraag. Inderdaad, Jaak, je hebt gelijk. Straight. Voor het seksistische moesten we bij Walter zijn. Ja. Wat vroegen we dus deze mensen? Hoe groot is uw huis, groot of klein, volgens Jaak? Nee. Vindt u uzelf groot of klein, zegt Gertie? Nee. Is uw inkomen groot of klein, volgens Walter? De drie mogelijkheden moeten opgehokt worden. Paul, het is beslissend. 7.000 frank valt er te verdienen. Mirjam en Paul. En waar hokken ze op? Allebei op hetzelfde. Ja, Paul, je denkt dus dat het inderdaad over het huis gaat. Ja, ja, er is al een gegil daar in de hoek en zo. En wat denkt Mirjam? Die al zit te lachen, want die denkt, ik heb op hetzelfde gehokt als Paul, dus er kan niks fout gaan. Jij doet dat, je denkt dat dat juist is. Ja. Ja. Ze is nog zenuwachtiger dan in het begin. Wat gaat dat geven straks? We gaan eventjes kijken bij Chris van den Durpel. Het huis waar u woont, is dat groot of klein? Nee. Zo.
Het betekent, dames en heren, dat we dus een stand krijgen van 18.000, als ik me niet vergis, ja, tegenover 23.000. En dat betekent, Paul, dat wij helaas afscheid moeten nemen. Maar het was heel spannend, hè, tot op het einde. En er wordt ook een al gezegd in de zaal, vinden we altijd gezellig. Paul, je vond het leuk om mee te doen? Heerlijk. Je krijgt van ons een ster van de drie wijzen. Ik heb er thuis al 16 staan. Van Ron Kovic. En is dat de Vietnam-veteraan, dus Born on the 4th of July, vertaald. Mooi verfilmd is dat ook. U gaat daar veel plezier aan beleven, dit boek. Het is uitgegeven bij de Standaard Uitgeverij. Nee. Ik wens jou heel veel plezier nog, overal in Morsel, in Deurne en weet ik veel waar. En een geweldig applaus vanwege ons publiek. Ja. Zo is dat. En nu zijn we bij Mirjam. Hè? En hier beginnen het dus op dit moment. Mirjam, hoeveel weeg jij? 51. Dat is nu ondertussen al 49 geworden. En we gaan hier wel, hier gaan we omhoog. Bij haar gaat het gewicht omlaag. Hier gaan we naar 323.000 frank. Dat is er wat er te winnen is. Ja, of 23.000. Hè. Hangt een beetje van jou af. Mirjam, kijk goed naar deze twee heren en deze lieftallige, charmante dame in het midden daar zo. Want die gaan hier liegen of niet liegen. Het hangt een beetje vanaf. Bestudeer ze. Jacques Vermeire. Aan jou. Ja, we gaan even 10 jaar terug in de geschiedenis, in de popgeschiedenis in Vlaanderen. Wat gebeurde er toen? Jacques Vermeire had een popgroepje, Cabillard. Walter Groothuis had een popgroep, de Kreuners. En Kurt van Egem was een bekend presentator, toen al. Wat gebeurt er nu? Er werd voor de eerste maal in België of in Vlaanderen het Belgium Rock Festival ingericht. Dat heeft niks te maken met het Belgium Rock Festival van nu. Wat gebeurt er? Er wordt aan mij gevraagd of dat Cabillard kan openen. Het zou een geweldig festival zijn. Alle Belgische topgroepen zouden aanwezig zijn, waaronder de Kreuners, Rick Toebaks, Kitsch geloof ik, Raymond van 't Groene Woud. En die zouden dus optreden, beste vrienden, en ik was een klein groepje. En wij traden op in de grote Oktoberhallen in Wiezen. En ze hadden dat uitgekozen omdat daar 10.000 man zou kunnen staan. Dus wij komen ertoe omdat wij gingen openen, met onze wagen een beetje gespannen. En we waren goed op tijd gekomen, dus er was nog geen volk binnengelaten. En wij komen in die Oktoberhallen werkelijk indrukwekkend. Ze hadden zelfs het podium van Thorout Werchter ingehuurd. En de wijn niet? De wijn niet. De wijn. Nee, dat was een Oktoberhal. Hè. Ah, ja. Een Oktoberhal. Ja, overdekt dus, Walter. Een hal, ja, is een wijn dat overdekt is. Nu niet meer, want ja. Het dak is eraf gewaaid. Ja, het dak is eraf gewaaid. Ja. Wat gebeurt er nu? Dus we zijn gespannen, dat was allemaal met heftrucks. Dat gevoel. Die hekkens die er stonden, daar stonden hotdogkramen enzovoort. Dus ik verwachtte binnen enkele uren 10.000 man. Wat gebeurde er? Wij begonnen en er was, ik zal mij misschien even ernaast zijn, maar ik schat tussen de 150 en 200 man. Dat verwondert je toch niet zeker? Nee, maar ook bij. Nee, maar nu. Zelfs bij Walter Groothuis was het 150. In de kleedkamer. In de kleedkamer, maar ook in de zaal. Natuurlijk. Allemaal mee eters bij Walter. Maar en zelfs bij de toppers, like de kids en Raymond van 't Groene Woud, tussen de 150 en de 200. Wat is er gebeurd? Wij zijn volledig betaald geweest. Wat Walter niet kan zeggen, die heeft een akkoord, ook Kurt geloof ik. Iedereen heeft daar een zware financiële aderlating gehad. 150, 200 man. En wij zijn volledig betaald geweest. Ja, zo. Waar of niet waar, Mirjam? Je hebt gespannen zitten luisteren. Waar? Waar, zegt Mirjam. Gertie, jouw verhaal. Wel, mijn verhaal heeft zich verschillende keren herhaald. Ja. En eigenlijk zou het een heel goede tip kunnen zijn voor jou, Mirjam, of voor weet ik wie, want het is iets. Ja, nee, laten we nu eerst even heel serieus praten. Het gaat over het volgende. In die 5,5 jaar dat ik Boeketje Vlaanderen gepresenteerd heb, heb ik heel vaak in de meest barre weersomstandigheden moeten filmen buiten. Nu is dat heel vervelend soms, want je kan het soms heel erg koud hebben. En dan kan je op het einde zelfs je mond niet meer goed bewegen om te praten. En nu bestaat er bij ons in de familie een heel oud recept dat van moeder op dochter steeds is verder gegeven. En een warme frak. Nee, het gaat over iets om op te eten. En het is trouwens heel erg lekker. Het lijkt misschien niet zo als ik het nu ga vertellen waar het over gaat. Je moet, let goed op, neem pen en papier en noteer dit recept. Je moet een rolmops nemen.
Die leg je in een pan waar je een beetje boter in hebt gedaan. Het is dus de bedoeling van die rolmops warm te maken. Mm. Mag daar die dicht, moet je een open zijn of moet je dicht laten? Dat blijft eigenlijk gelijk. En die het, najaan, het, hangt, het hangt af van de bruine suiker die je erbij doet. Dus geloof me, rolmops, bruine suiker erop. Even in de pan. Opwarmen? Ja. Dat eet je op 's morgens. De rolmops wegkappen en de pan dat... in je broek steken. Nee, dat eet je op. En het heeft te maken met een of andere chemische reactie in je lichaam. Dat zure van die rolmops en dat zoete van die bruine suiker. Gegarandeerd, je hebt een aantal uren gloedwarm. Dus dat heb ik een aantal keren geprobeerd, met succes. Is dat waar? Is dat niet waar, Mirjam? Ik denk niet waar. Je denkt dat het niet waar is. Walter. Ik vind dat toch nog altijd straf. Ik ga terug naar mijn jeugd in Duitsland deze keer. Nog eens. En wij woonden in Keulen. En ik had een goede vriend. Waar wij altijd mee speelden trouwens, met zijn broers trouwens ook, want die waren met 6 jongens thuis. Wij waren met 5 jongens toen, op die moment, zij waren al met 6. En op wat we toen als favoriete speeltijd hadden, was eigenlijk sabelen. Je kent dat dus, zoals de ridders dat vroeger deden, wij gingen dus sabelen. Ik gebruikte daarvoor het kruis dat eraan hing bij ons thuis, boven de schuil. Dat is zo'n schoon houten kruis. Ik haalde dan Christus daaraf en ik had dan een heel schoon kruis om mee te gaan sabelen. En op een bepaald moment, bij die vrienden van ons, die mensen heten trouwens Van Dingenen, dat herinner ik mij nog heel goed, werd er een kindje geboren, het 7e. En wat bleek, dat was een jongen. En je weet, als je 7 jongens hebt, dan komt de koning op bezoek, want dan is hij Peter van de 7e. Maar we zaten daar in Keulen en dus een paar weken daarna, of een paar dagen daarna, dat weet ik al niet juist niet meer, is het eigenlijk wel het doopfeest, waar dan normaal gezien de koning aanwezig is. Maar de koning kon er niet zijn en hij stuurde zijn adjunct, en dat noemt dan zo adjunct OBSD. Het was te zeggen... koud en hij had zijn rolmops nog niet op. hij kon geen bruine suiker vinden. Ja, ja. En dat is eigenlijk het soort van officier van de buitenlandse strijdkrachten in Duitsland. Dat is een generaal. Nu komt hij bij die mensen thuis. Al die kinderen waren daar aanwezig. De doop was voorbij, een klein receptie met een toosje en een drankje. Je komt daar binnen tussen een overjas uit en wat heeft die mens aan? Een generaal in volledig ornaat. Zijn het sabel. Nee, geen kruis. Het was niet kardinaal Daneels. Een sabel. En je hangt je sabel in de hal aan de kapstok. Mijn goede vriend Max van Dingenen, die toen ook een jaar of 8, 9 was, want er is een foto van trouwens, dat kun je straks nog wel zien. En mijn goede vriend Max, die ziet je sabel hangen en die vindt dat het fantastisch dat daar een echte sabel aan de kapstok hangt. En wat doet hij terwijl heel het gezelschap binnen bezig is? Je haalt je sabel van die kapstok en 10 minuten daarna staat hij bij ons aan de deur. Er wordt gebeld, ik ga je open doen. En de Max die staat er, die zegt, Walter, ik heb een echte sabel. En wij zijn er nog in gegaan en wij zijn daar een tijd lang aan het sabelen geweest, met de broers erbij, gaan bewonderen dat machine dat hij erbij had. Totdat natuurlijk op een bepaald moment bij die mensen thuis, het tijd was voor die generaal om door te gaan. En je gaat de hal in. En grote paniek natuurlijk, want hier zijn sabel was weg. Ze hebben daar meer dan een uur achter gezocht. Daar zijn allerlei toestanden aan te pas gekomen. Is op zoek gegaan tot de vader van Max en Frank viel. En zei van, ik denk dat die kerel daarmee naar de grootaarsen is. En dat hij met die sabel gewoon daar in de hof zit te spelen. Dan is heel dat gevolg naar ons thuis gekomen. En inderdaad, wij zaten in de hof met de sabel van de generaal. Is dat waar of is dat niet waar? Mirjam? Waar of niet waar? Waar. Je denkt dat het waar is. Goed, ik ga het rijtje even aflopen. Mirjam, zul je meekijken? Vind je het spannend? Nee, helemaal niet. Het is maar voor 323.000 franken, Mirjam. Allee, kom, je moet niet meer naar school gaan. Jacques, jouw verhaal, is dat waar of niet waar? Juist. Inderdaad. En... wij zijn inderdaad twee getuigen, want zowel Walter met de Kreuners waren daar ook al wat optreden. En ik was er ook niet denk dat er niet eens 100 man was. En ik ben inderdaad niet volledig uitbetaald geworden. Trouwens ook Gertie, niet. Gertie en de Kreuners ook niet. Gertie, was het verhaal waar of niet waar? Ik ben blij dat je mijn onzin niet geloofd hebt. We gaan het nog eens doen, hè. Mirjam, handje, 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 hè.
Oh, wat er nu weer... Oh, dat is elektriciteit. Walter, is het verhaal waar of niet waar? Vroeger was dat zwaard van de generaal, nu is dat van Damocles dat hier boven hangt. Ja. Ja? Maar mijn verhaal was... waar. Kijk! Zo, je moet je maar zien. Dames en heren, dit waren de drie wijzen. Tot volgende week. Zo, dit was...